Mijn vader werkte bij de militaire radio kort na de oorlog en daarna de gewestelijke omroep. En toen in 1953 begon de televisie. En de kansen lagen open, want veel van zijn collega's waren ontslagen of erger, want al dan niet terecht beschuldigd van collaboratie met de bezetter als flamingant. En bovendien werd televisie door velen als een voorbijgaande modegril gezien. En omdat er steeds maar kinderen bij kwamen en hij de centen kon gebruiken, werd hij een televisiepionier. Kijk, hier zie je hem aan de slag. Zo. En dat werd meteen voor hem een heilige missie. Hij trok het land rond met voordrachten waarin hij zei: deze eeuw heeft twee grote uitvindingen voortgebracht, de atoombom en de televisie. De atoombom kan de mensen vernietigen, de televisie kan hem redden. En dat was zijn heilige overtuiging. Er zijn nogal wat foto's van hem. Hij was een soort lokale beroemdheid. Maar toch heb ik niet zoveel herinneringen aan hem. De dag van het ongeval herinner ik mij nog zeer precies. Maar die herinnering vormt tegelijkertijd een soort van muur die het zicht op wat daaraan vooraf ging belemmert. Het heeft me nogal wat tijd gekost om te beseffen dat het een gewone dag was in het najaar van 1959 toen mijn vader zich doodreed tegen een boom. Mijn oudste broer, 14 jaar, die was dol op auto's en die wist er alles van. En mijn vader wilde wat groters, want we reden in een kevertje, dat was veel te benepen voor ons allemaal. En mijn vader droomde van een Citroën DS, een revolutionaire auto in die dagen. Maar die wijsneus van mijn broer, die raadde mijn vader aan om een Opel Kapitein te kopen. Dat was Duits, dus degelijk. En General Motors, een beetje Amerikaans. Dus heel wat beter dan die Franse meteen doorroestende rommel. Overigens heeft Opel dat bewuste model het jaar daarna al uit de circulatie gehaald wegens te onveilig. En met die splinternieuwe en ondeugdelijke auto heeft mijn vader zich dus doodgereden. Door de schuld van mijn broer, zoals die nog jaren heeft gedacht. Mijn vader was met mijn moeder op weg naar het sterfbed van zijn vader, die de dag daarna overleed, zonder te weten dat zijn zoon gestorven was. En mijn andere grootvader, druk met het herschikken van de erfenis ten gunste van mijn plotseling alleenstaande moeder, die stierf 3 weken later. Een herfst van begrafenissen. De grote vraag is natuurlijk, hoe heeft mijn moeder dit overleefd? 37 jaar, zwaar gewond. Alleen dus, met 9 kinderen. Ik heb het antwoord niet. Toen ze terugkwam uit het ziekenhuis, liet ze in elke kinderkamer een foto ophangen van mijn vader. En in mijn kamer hing deze. Een beetje officieel portret. Een blik recht in de lens, dus waar je ook stond in de kamer, hij bleef je aankijken. Mijn moeder vond dat de vier...